Welcome, this is the Energy Vibration Lesson for all Ram mensen, Sun, Moon and Rising sign. This is a fantastic tijd voor jullie allemaal. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. Bedankt voor all support in je leven en voor alles. Voor iedereen van wekens doordat we zo het is een week, sorry, van verschillende soorten van energy vibration, verschillende soorten van dingen van wekens door dat wij als een mens moet wel wat verandering in ons leven even gaan brengen. Dus als we even bekijken de week is een week van heel veel verandering in ons leven. En deze verandering komt op verschillende tijd in ons leven. En we gaan even realiseren hoe zeer belangrijk het is voor ons. Als we gaan even verder, we gaan even de week bekijken. Het is de week begin vanaf de 13 maart tot en met 19 maart. En hierbij hebben wij heel veel verandering in ons leven. Vanwege doordat je gaat even zien dat je hebt de energy vibration van stability in je leven. In de weekend heb je de energy vibration van de zes van de woo girl de zes van sorry we gaan de zes van de energy vibration van allerlei mogelijkheden, allerlei dingen. Dus ja, we komen best wel van een nieuwe situatie in ons leven allemaal. En we snappen wel dat ons leven wordt veranderd in heel veel verschillende manieren. Dus ik vraag jullie allemaal in deze week om even geluk stabiel. Als we kijken maandag zie je de energy vibration van de moon. De moon bracht intuïtie, informatie naar je toe. Dinsdag krijg je echt een beoordeling om te krijgen. Maar het is best wel een beoordeling dat komt van iemand. Dat is van de ridder van de zware. Komt met haas woord naar je toe. Maar let me hier op. Het is een young energy. Het is de energy vibration van iemand tussen de leeftijd van 21 tot en met 21 tot en met 30. Ja, dus let me hier op. Op donderdag heb je mee te maken met de koningin van de zware. De koningin van de zware is hier. Deze man komt met haasje woord, maar toch, want als ik bekijk je lezen, zie je gewoon de page van koningin, de koningin van de zware en de redder van de zware. Deze zijn energie dat deze mensen komen naar je toe, maar je hebt best wel balans en je bent gewoon sterk beschermd door de universe. Dus dus ik ga het even verder. Ja, sorry, het is gewoon iemand binnenlopen. En ja, we hebben de 10 van Cups. En de 10 van Cups is de energy vibration van heel leuke, krachtige situatie dat gebeurt in je leven. En deze situatie moet je best wel kunnen vinden rond jou. En je gaat het even realiseren dat gewoon gelukt is hier. En je krijgt gewoon heel veel gelukt in je leven in deze week. En je realiseert ook door dat deze mensen met de zware. Want de page van zware, het is je focus. En het is gewoon, so it says mensen zitten jullie om te espionage aan jullie. Dus let me hier op. Ik weet niet wat is hier aan de hand met jullie. Want soms kunnen jullie bepaalde dingen doen. Als je vibreert in een lage energy vibration, dan gaat je best wel zien in je leven. Want je gaat best wel overstuurd door deze mensen. Dus je moet gewoon opletten wat voor situatie hier in je leven. Vanwege dat je gaat even zien dat bepaalde verandering moet plaatsnemen. En dat je leven gaat beter komen op verschillende manieren. Ja?
Dus realiseer je dat je bent op een punt in je leven wanneer heel veel verandering gaat in je leven komen. Als wij gaan even verder, we gaan even realiseren hoe belangrijk het is voor jullie in deze week. Omdat deze week is een krachtige week met die energy vibration van de geest van de spirit world gaat gewoon best open up. En hierbij gaat je even zien hoe zeer belangrijk deze situatie is. En hoe kan wij bepaalde dingen even kunnen verwerken in ons leven. En hoe bepaalde dingen, we kunnen verstand van bepaalde dingen hebben in ons leven. Dat wij kunnen best wel ons leven veranderen. Dus deze week is een week wanneer je krijgt best wel beoordeling van deze mensen. Zwaar beoordeling. Het is zoiets als de moon op maandag gaat je laten zien je vijanden. En dan krijg je gewoon dwars van woensdag en donderdag. En het is zoiets als de energy vibration van deze week. Is mensen zit jij maar... Ik krijg dus voor de mensen die hebben iets fout gedaan, dat ik had even echt een lader van dingen over je komen vanwege iets dat je hebt gedaan. Voor de mensen die vibreren op een lage energy vibration. Voor de rest van de mensen zorgen en weten dat deze situatie komt naar je toe vanwege een bepaalde situatie wat is gebeurd in je leven en dat soort van dingen. Dus leren hier... En leren dat ja, je kan jezelf verandering in je leven brengen, maar op wat voor manier en hoe ga je dat doen? En dat als wij als mensen kunnen realiseren dat alle effect dat we gebracht in ons leven, de effect van bepaalde dingen, dan realiseer je hoe je bent als een mens en hoe je kan gewoon bepaalde dingen gewoon kan veranderen. Dit is een goede week, een week waar je kom jezelf tegen, maar het is best wel goed. Vanwege dat ook dat je kom jezelf tegen, het is op een goede manier, want dan ga je gewoon verschil veranderen zien in je leven. Dus dit is best wel goed. Ik moet wel zeggen tegen iedereen, let me hier op wat je doet in deze week, omdat het een krachtige week. In deze week ga je gewoon uithalen bepaalde dingen in je leven waar je kan jezelf vinden. En je gaat krachtige situatie in je leven even op een goede punt zetten. Ik vind het leuk omdat de 6 van zwaarheid is goede nieuws komt naar je toe. En je hebt een sterke van stabiel. Je staat sterk in je schoenen met een bepaalde situatie. Okay? Dus daar moet je geen zorgen hiervoor maken. Het is niet zoiets als je hebt een fout gemaakt. Ook dat mensen wilden fouten in je schoenen gemaakt. Alleen van de mensen die hebben niks slechts gedaan. Okay? Voor de mensen die is overvallen door bepaalde omstandigheid. Maar voor de rest moet je best wel leren dat... het leven wordt veranderd en je gaat even zien dat je gaat echt op een hoge energy vibration even gaan vibreren vanwege dat bepaalde situatie, instantie in je leven wordt uit je leven gegaan en je staat goed recht in je schoenen en dit ga je laten zien dat jij kan overwinnen alles in je leven. Het is een tijd waar het laat je zien dat overwinnen van bepaalde dingen in je leven, het gaat je best wel lukken. Okay? Het gaat je best wel lukken. Dus hierbij moeten wij even in onze gedachten realiseren dat als wij houden gedachten dat we gaan bepaalde dingen in ons leven overwinnen, dan gaan we het best wel doen en het gaat voor ons gebeuren. En ik ga het zeggen, het is een week van zeer prettige energie, goed energie om te manifesteren bepaalde dingen in je leven. Zorg hiervoor. Kom in met het verstand dat je gaat de week verlaten met goede dingen achter jou. Dus leer hoe je bepaalde dingen ga je aannemen en dat soort dingen.
Oké, wat ik moet best wel tegen iedereen zeggen is geniet hiervan vanwege een story dat je gaat best wel zien dat de dramatische verandering gaat komen. Namaste.